na de tweede Bixfist waren er klachten van de buurt gekomen en daar maakte de gemeente natuurlijk gretig gebruik van om de Bixfist naar de Beekse Berg te verwijzen. Daar waren die meteen van het Vrijthof af. Maar nou, in die tijd lag de gemeente op allerlei gebieden te etteren. Jongeren betroffen en dan vooral jongerenhuisvesting had er ook nog wat te lijden onder. Want in de Kokstraat bijvoorbeeld woonden drie jongeren. En die werden, of die moesten uit huis omdat het huis afgebroken moest worden voor een postkantoor. En het postkantoor staat er nou nog steeds niet. Dus aan zelf heb ik er ook meegemaakt toen ik woonruimte verlegen zat. Mijn ouders zijn op een gegeven moment naar een bejaardenwoning verhuisd. En toen ben ik in het oude huis blijven zitten, omdat ik, nou, het was gewoon niet mogelijk om mee te gaan. Maar dat zinde de gemeente niet en die hebben mij op een gegeven moment hebben ze mijn spullen buiten gezet toen ik werken was. En nou, toen stond ik dus op straat en hebben we dezelfde dag hebben vrienden en kennissen hebben nog het gemeentehuis mee bezet om een gesprek af te dwingen van de burgemeester. Maar er liep op niks uit en toen is woensdags is het gemeentehuis weer bezet. En in die onderhandelingen die toen zijn geweest is de eerste keer de ECO gevallen. En nou, sinds die tijd is er een heleboel gebeurd, want nu zitten we dus op de ECO en dankzij eigenlijk die bezetting is het mogelijk dat we binnenkort met 8 mensen hier wonen. Het verbouwd wordt voor jongerenhuisvesting. Jongerenhuisvesting in Beek is het dus allemaal wel goed afgelopen. Die boerderij in de Eekhol die zal er waarschijnlijk mede dankzij die bezettingen wel komen. Voor lieve hemel is het toen allemaal iets anders gelopen. BMW vonden namelijk dat de bezettingen werk waren van lieve hemel. En besloten daarom om de subsidie over 1979 stop te zetten. Dat is een bedrag van ongeveer 8000 gulden, wat eigenlijk toch al zo belachelijk weinig is. De raad, die voor het grootste gedeelte uit CDA-mensen bestaat, trapte er natuurlijk met grote voeten in. Om nog iets aan die situatie te kunnen doen, hebben we de week voor de raadsvergadering al een actieweek gehouden, waarin er elke avond in lieve hemel iets te doen was, allerlei activiteiten en groepen. Dat heeft toen niet mogen baten en we zijn daarom maar verder gegaan met die actie Hou lieve hemel op aarde. Die loopt nu in 1980 nog. We hebben er in februari nog samen met de fanfare in de carnavalsoptocht aandacht gevraagd voor onze problemen. De actie Hou Lieve Hemel op Aarde, die is niet alleen in Lieve Hemel zelf gehouden. We zijn er ook mee naar andere jongerencentra in de buurt getrokken om uit te leggen wat er in Beek allemaal is gebeurd. Hoe de reactie is van een zo'n stomme katholieke gemeenteraad die elk progressieve jongerengedoe niet ziet zitten. We hebben dat willen doen omdat die andere jongerencentra in de buurt waarschijnlijk ook binnenkort wel eens met dezelfde problemen te kampen kunnen krijgen. Nou, er in Nederland dankzij Van Acht een zekere verrechtsing gaande is. Thank you.
ondanks alle tegenwerkingen van de gemeente hebben we ons niet op onze kop laten zitten. De vorige biksvisten zijn alle twee ontzettend goed geslaagd en we vinden gewoon dat er meer moet komen. We zijn daarom doorgegaan en de voorbereidingen voor de biksvisten verliepen heel erg moeilijk. De gemeente bleef zeiken, maar ze zijn er toch gekomen. Dames en heren, vandaag, 19 augustus, wordt er hard gewerkt in Lieve Hemel. Ook uw interviewer was daarbij aanwezig. Stoppen hier bij de de Lindenboom, zo bevolkt door gewone Brabantse mensen op zo'n gezellig dorpsfeest. Mijn god, wat moet er weer gesopen worden? We willen wel uit de kosten komen, want subsidie, dat is er in dat oude Brabantse gedoentje mooi niet bij natuurlijk. Oh yeah!
Weten jullie zo ook zwarte reus Pims is? Ja! Is hij zo? Ik zie ons erg gesmist. Ja. Oh, ik ben ook gemist. Ja, ik jou ook, snaak. Hier, zullen we even door de poppenkast gaan? Tja, is goed. Dus kom jij het smas uit. Thank you.
de King of Fools, vooraf gegaan door de Fransman. Excuse me. Een warm applaus en veel plezier met Django Edwards en de Fransman.